Welkom bij Appartement TV. We zijn in Genk in de Limburghal voor het eerste ooit appartement van de toekomstplein. En we praten hier met een aantal experts over dingen die appartementen, die mede-eigenaars en beheerders zeker moeten weten. Want er zijn een aantal dingen die op appartementsgebouwen afkomen. Dat heeft al alles te maken, Thierry, met renovaties. Mijn gast die ik daarover ga spreken is Thierry Freider trouwens van VEREP, de Federatie van de Betonreparatie. Thierry? Sowieso. Vandaag is het heel normaal dat mensen in appartementsgebouwen en syndici praten over renovatie. Maar we zijn eigenlijk een beetje in een energiehysterie terechtgekomen. Dus we denken dat alles wat te maken heeft met renovatie terug te brengen is tot energetische renovaties. Terwijl we eigenlijk zien dat het merendeel van de gebouwen die nu in de stijger staan, eigenlijk bezig zijn met hun gevels. Vooral ook met betonreparatie. Ja, eerst en vooral is het natuurlijk zo dat energetische renovatie is een hype. Hè. Iedereen spreekt erover en ook terecht natuurlijk met de stijgende energieprijzen. Maar vaak, wanneer men aan zo'n energetische renovatie begint, ja, stelt men in de eerste plaats vast dat er al schade is aan gevels. We spreken hier te meer over gebouwen van 30, 40 jaar en ouder, hè, waar het logisch is dat, voor mij is dat er ook weinig onderhoud vaak gebeurd is, dat die beton schade heeft, dat is niet noodzakelijk structurele schade. Dat kan eerst en vooral al een cosmetische schade zijn, maar je ziet toch al dat er scheuren zijn, barsten zijn, dat er soms ook beton afbrokkelt. En dat is natuurlijk het begin. Dat gaat voortschrijdend zijn, dat gaat niet beteren. Dus je moet daar iets aan doen voordat je uiteindelijk uw energetische renovatie gaat aanpakken, voordat je gaat isoleren, voordat je nieuwe gevelbekleding gaat aanbrengen. En zo hebben wij natuurlijk een aantal van onze leden die daarin gespecialiseerd zijn en die inderdaad zo'n totaal renovatie aanpakken. En dan eerst en vooral beroep doen op een studiebureau, op een architect, om een voorstudie te maken. Om te kijken van oké, wat zijn de problematieken die spelen? Ja, want het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen, ik kan mijn gebouw energetisch renoveren. Maar ga eerst een keer kijken, wat is de staat van het gebouw? Laat die staat een keer bepalen, laat een keer zien welke schade dat er eventueel is. Wat de oorzaak is van die schade, hoe groot dat die schade is. En dan, ja, op basis van die parameters kan men dan beslissen, wat gaan we nu doen? Mm-hmm. Je hebt net gesproken van onze leden, maar misschien moet ik nog heel even zeggen, VEREP, wat jullie zijn en wat jullie doen en of jullie ook bijvoorbeeld voor de consument, de mede-eigenaar, iets kunnen bieden via de website of seminars. Ja, wij zijn dus een overkoepelende organisatie. Wij zijn een federatie die dus zowel aannemers als studiebureaus, wij noemen dat dan dienstverleners, en ook fabrikanten overkoepelt. Wij staan voor duurzaam betonherstel. Dat houdt in dat onze leden ook een bepaalde deontologie hebben naar kwaliteit toe. En naar de consument toe zijn wij een organisatie die uiteraard informatie verstrekt. Dat is natuurlijk puur neutrale informatie. Maar wij kunnen ook natuurlijk, en dat vind je ook op onze website, de consument doorsturen naar onze leden, naar studiebureaus, architecten, naar de aannemers, om daar natuurlijk eens specifiek voor hun probleem een oplossing te zoeken en te vinden. En eigenlijk is jullie model, ik onthoud altijd die vier vingers die ik moet tonen. Eerst en vooral goede diagnose maken. Er zijn, zoals je zei, aannemers die niet willen beginnen vooraleer dat er een duidelijke diagnose is gesteld en dat er ook een lastenboek ligt op tafel, wat helder, transparant en duidelijk is. Ten tweede werken dan met aannemers die te goeder trouw zijn en die referenties hebben. Hè? Want we hebben onlangs het voorstel gezien van de nieuwe minister van Justitie, die zei van kijk, ik kan op onze database allerlei mensen nu gaan zoeken, in feite. Ja. Aannemers is een probleem vaak, maar als ze lid zijn van VEREP, zijn ze al gecertificeerd? In principe zijn ze niet. Ze zijn niet noodzakelijk gecertificeerd, maar ze hebben een deontologische code onderschreven. Ja. En ze worden natuurlijk ook door ons bestuur worden ze een keer onder de loep genomen voor ze toetreden. Werken met producten die oké zijn. Belangrijk. Ja, de keuze van de producten zal afhankelijk zijn natuurlijk ook van de problematiek die zich stelt. En dan de juiste opvolging. Het juiste product op de juiste plaats. Controles tijdens en na de uitvoering van de werken. Want het is zelfs zo dat de mogelijkheid is om een garantieverzekering af te sluiten. Ja. Dus in principe, een garantieverzekering
die dekt de herstelling voor een periode van 10 jaar. Maar er zijn natuurlijk bepaalde voorwaarden aan verbonden. Men kan niet zomaar zeggen, ja, ik wil een verzekering, oké, ik betaal en ben er vanaf. Nee, dan moet je natuurlijk dat stappenplan van VEREC volgen. En moet je nadien uiteraard ook regelmatig een keer een controle doen en periodiek onderhoud. Want natuurlijk, dat is met alles zo, als je het niet onderhoudt, dan vervalt het. En dan krijg je opnieuw problemen. Dus eigenlijk die basisregels van VEREC zijn al een paar jaar dezelfde. Die heb ik al geleerd. We hebben nu de laatste maanden gezien dat ook bij VEREC de blik wijder gaat. Want de leden, zoals je zei, de aannemers en de studiebureaus, die gaan breder kijken. Mm-hmm. Ook naar de energetische aspecten. Wat we vroeger beton-beton noemden, is dat nu een gevel met functionaliteit, eventueel isolatie en renovatie. Waarbij ook de terrassen kunnen worden aangepakt. We hebben in Nieuwpoort een voorbeeld gezien van een gebouw waarvan de omstanders dachten dat het een nieuwbouw was, uiteindelijk na de renovatie. Klopt. Dus nog heel veel werk aan de winkel? Heel veel, maar ook mooi werk. Want uiteindelijk het is zo dat mensen denken natuurlijk energetisch renoveren. Maar het is natuurlijk ook een hervalorisering van uw gebouw. Want uiteindelijk, het gaat veel verder. Mensen denken, het kost geld. Ja, maar het is ook een goede investering. Want uw gebouw wordt daardoor ook meer waard. En dat is de problematiek die zich toch wel vaak stelt. Zo van, ja, renoveren, dat kost geld. Als je dan binnen de structuur van de VME ziet, dat dat vaak langdurige processen zijn vooraleer dat er een beslissing wordt genomen. Omdat mensen niet over de budgetten beschikken of de budgetten niet ter beschikking willen stellen. Maar langs de andere kant, te weinig oog hebben voor de hervalorisering van hun gebouw. Mm. En daar moet je natuurlijk ook aan denken. Dat als je echt zegt van, ja, ik zit hier in een gebouw van de jaren 70, 80, dat je eigenlijk morgen in een gebouw zit dat oogt als een nieuw gebouw. En dat is een belangrijk aspect. In ieder geval, Terk, denk ik dat we elkaar in de komende 10, 15 jaar nog vaak gaan spreken. Want dit proces is nog niet ten einde. Nee, is nog heel blijf het veel volgen dus op onze website www.appartement.tv. Tot binnenkort. Dank je, Werner.